De grootste uitdaging waar de nieuwe regering zal voor staan is het veiligstellen van de pensioenen. En we zullen daar een extra inspanning moeten voor leveren. Nu, het kan geen kwaad dat mensen zelf ook wat bouwen aan hun pensioen. En het pensioensparen, zelf op latere leeftijd, is iets wat we absoluut moeten aanmoedigen. Dus alle mogelijke middelen aanwenden om mensen zelf aan te sporen hun pensioen wat veiliger te stellen, is iets wat we zullen moeten doen. Dus het pensioensparen moet blijven bestaan en wij moeten de wettelijke pensioenen veiligstellen. Dat is de uitdaging voor na 14 juli.